Ja, vroeger wanneer het eruit was, viel ik met Noah en Jorbe, trio. Dus mijn wapens zijn level 46 en 31. Sorry. Ja, maar dat was zo de loadout die ik altijd gebruikte dan. Dus je zo loadout drop gooien. Wat ik moet. En ik heb ook van wapens heb ik ook gewoon bijna alle levels. Eigenlijk moet items zijn, aan level kunnen zijn. Ik vind echt dat Atlantis plekje, Coral Coast of zoiets. Ja, maar ik vind dat echt slecht. Maar ik denk dat er nog iets gaat gebeuren, hè? Ja, ik denk het ook, want Aquaman heeft nog niks gehad. En mijn Blik Manta... Maar Aquaman is van Atlantis en dat ligt onder water, hè? En Blik Manta... Maar nee, maar dat is een slechter, Frederik. Ja, dat weet ik. Maar ik denk dat het live event gaat zijn, dat Blik Manta zo, die... Tegen Aquaman. Ja, of zo. En dat dat helemaal onder water gaat zitten of zo. Kan. Als ze maar niet terug de hele map onder water zetten. Ja, maar... Ja. Of dat we gewoon terug naar chapter 1 gaan. Ja, dat kan. Dat wil ik. Dat wel. Zou pas. Frederik, oh, dat zou leuk zijn. Zeker, hè, die van doorstuurt. Wat van zeg je? Van die chapter 1 map zo, dat is echt een dikke faker, hè, die guy. Ja. Ja? We zijn er nog altijd niet door. Nee. Dus van ja, ik zeg, van zo, die heeft een foto, zo een ding TikTok gemaakt. Ja, de combat terug. Hij wil gewoon, ja. Ja, dus zo van treat things that are coming soon in Fortnite. Ah ja, Bendina. Ja, dat is die, hè. Oh. Ja, ik kijk veel TikToks, ik vergeet dat. Toen is er wat niet 100, hè. Ik ben level 121. Amai. Ik 116. Oh, Milo is al bijna 160. En die zit lang niet meer op de PlayStation. Nee. Maar waarschijnlijk staat hij weer offline, hè? Ja, dat kan. Kent hem want of toch? Anders... Want hij zijn... Ik zal het zien wanneer hij net niet meer op de PlayStation is geweest. En hij op vakantie gaan, dat zie ik ook niet gebeuren, zeg. Nee. 2 dagen. Hij zit op offline. Waarschijnlijk. Maar heel veel vrienden zijn niet... Van mij zijn nu overgestapt naar Warzone. Ja. Want er zijn 3 nu al die er straks Warzone zitten spelen. Maar Call of Duty, die campaign dingen is ook wel leuk, hoor. Ja? Want er, ja, want... Te veel ruimte. Maar vandaag komt... binnen 4 uur is... Vandaag is het nieuw season van Warzone. Oh. Top moment om dat te beginnen spelen voor de eerste keer. Ik zie niet wanneer. Maar het kan sowieso. Ja. Want die zei iets van. Ik denk binnen 4 uur. Oké. Ja, binnen 4 uur begint dan. Binnen 4 uur. Beste resets in 4 uur en we gaan ook niet zo lang Warzone spelen. We gaan echt iets van 2 uurtjes ofzo, of 1 uurtje ofzo. We zullen zien hoe lang. Want weet je nu al wanneer je moet gaan trainen? Ik heb wel een kamp en ik denk dat de trainingen daarna beginnen. Een volleykamp, hè. Ah. Een kamp waar ik eigenlijk geen zin in heb. Maar er werd gevraagd dat ik kwam, maar anders een paar vrienden van mij niet zouden gaan ofzo. Ja, als jij er niet waard van? Ja. Anders had ik nog langer aan zee kunnen zitten. Ja. Wat heb je loadout? Ik wil zien waar de hel dat al op staat. Ik doe ook mijn best om nu zoveel mogelijk op te nemen, want ja... Maar ik zoek een wapen. Ja. Maar die iedereen gebruikt, maar ik vind hem dan weer niet, hè? Vreemd. Want dat is een assault rifle. Dat kan niet dat dat is, hè. Ik wil zien dat dat is. Nee, dat weet ik niet, hè. Nee, net dat zo'n wapen is van de pulpus, denk ik, geweest. Het zal zijn of zo. Kan... Ik vind het niet. Oh, maar mijn pin... Hier had je pin 19. Oh. En fuck, nu heb ik weer een... waar staat de wapen? Waar heb ik dat? Ah, hier. Ik heb nu helemaal wapen gedaan. Waarom komen de auto's weer morgen? Net de dag dat ik weer weg ben, hè? Dat is niet gewoon zo, Frederik. Ik vind het nog altijd niet... Nou, je ziet... Ik heb een AK en ik heb een scar. Oh my. Ik wil zo even rust, maar als ik... Ja, wat? Nee. Kom je op persoon? Zelfs, het is nog bezig met opnemen. Hoe lang ga je dat doen? Ja, dat is gewoon dat heel potje tot ik dood ben. En dan komt zelfs. Ah, is serieus? Ja. Ik krijg even mijn telefoon aan, oké. Er zijn er nog 22. Doe gewoon de prikken weg. En nu ben ik dood.